Like deze video binnen 5 seconden als je geen normale baas bent, maar een opperbaas. Vandaag spelen wij verder in een Minecraft pretpark map. En ik heb er een hoop zin in, want ik zie hier namelijk een hoop verschillende soorten Lucky Blocks. En ik heb geen idee wat het inhoudt, maar het ziet er in ieder geval erg veelbelovend uit. Ik weet niet wat erin zit. Maar daar zullen we achter komen. Doe dus even een like als je geen normale baas bent, maar een opperbaas. Ik zie alleen helemaal geen deuropening op een of andere manier. Ah, wacht, waarschijnlijk zitten die aan deze kant, of niet? Even kijken. Ja, hier zitten de deuropeningen. Oké, ik ga naar binnen bij de allereerste Lucky Block. Een roze Lucky Block, om precies te zijn. Hallo? Oh my god! Normaal gesproken zou dat moeten veranderen in een wither in deze constructie, I guess. Maar... er gebeurt niks, dus ik ga me niet eraf halen en opnieuw erop zetten. Want dan gebeurt het waarschijnlijk wel. Ik doe snel de deur achter mij dicht. We zitten nu weer in een ander soort Lucky Block. En daar is een boom met een bordje waarop staat boom. Dus als je niet wist dat dit een boom was, het is een boom. Heel erg handig dat Minecraft dat even aangeeft. Super chill. Volgende. Dit ziet eruit... wat staat erop? Emerald oor. Ah, dit is gewoon... wat ze hiermee willen aantonen is dat dit zeg maar is hoe de binnenkant van een Lucky Block eruit ziet. Dus we zijn als het ware nu in een Lucky Block terechtgekomen. Dat is een beetje wat ze willen simuleren. Dus zeg maar, het zijn allemaal items die we vinden. Bijvoorbeeld hier is zo'n mushroom tree die je kunt krijgen. En hier in deze Lucky Block zit een hele boze ridder. Dus ik zou zeggen, laten we er maar weer snel weggaan. Ik denk dat hier ook Lucky Block openingen zitten, of niet? Ja, kijk, hier is er ook een. En hier zit in... TNT, TNT, dat dacht ik inderdaad al. Oké, ik schrok al even. En hier hebben we dan een Lucky Block met een meisje erin. Wat gezellig. Alleen, onze relatie is voorbij. Het is op een hele explosieve manier beëindigd. Ze wou niet meer met me gamen. Ze wou niet meer met me chillen. En daarom moest ik er een einde aan braaien. Tot de volgende keer, dames en heren. Ja, dit was echt een fantastisch idee. Ik ben wel gelijk eruit. Dat is super chill. Als het goed is, zag ik hier zojuist ook... een nieuwe achtbaan. En dit is niet zomaar een achtbaan. Nee, dit is de meest epische achtbaan in de geschiedenis van achtbanen. Is er een geschiedenis van achtbanen? Ik weet het niet. Maar het is in ieder geval de Squid achtbaan. En daar wil ik natuurlijk wel even ingaan. Is er een ingang ergens? Is er een begin? Waar kunnen wij beginnen met deze achtbaan? Ik neem aan dat dat gewoon hier zo is. Ja, oké. Okay, nou, we zetten hem erop. Ik weet alleen niet, moeten we die kant op gaan? Ik denk dat we deze kant op moeten gaan. Oké, ik zit erin, jongens. Let's go. Oh, dit is niet echt heel erg chill. Gaan we het ons nog halen? Ja, we gaan het ons nog halen. Oké, let's go. Gaan we ook uiteindelijk... jongens? Oh, ik word weer deze kant op geduwd. Oké, waarschijnlijk gaan we nu goed. Waarschijnlijk gingen we net dus toch de foute kant op. Nu gaan we de goede kant op, jongens. Let's go. En dan gaan... Ja, we gaan er nu in. Let's go. Oké, moment van de waarheid. Waar komen we uit? Wat zit er in een Minecraft inktvis? Ik ben heel erg benieuwd. Gaan we erin? Of zouden we gewoon een beetje langs gaan? Nee, we gaan er wel degelijk in. We gaan er wel degelijk in, jongens. Wat voor Minecraft achtbanen zouden jullie nog vet vinden? Laat het mij hier beneden weten in de comments. Ik ben heel erg benieuwd naar jullie reacties. Maar wij gaan dus de inktvis achtbaan in. In 3. In 2. In 1. Ik heb totaal geen timingsgevoel gewoon. Ik bedoel, ik had nu moeten beginnen met tellen. Maar we gaan erin. In 3, 2, 1. Oh gosh. Oh gosh. Ik kan hier letterlijk geen... Wow! Wie had ooit gedacht dat een inktvis van binnen een regenboogkleur had? Dat wist ik niet. Dit is zo enorm vet. Holy freaking moly, waar zijn we? Zitten we nog in de inktvis of zitten we alweer in de grond? Ik snap het niet meer. Jongens, ik word bang. Oh. Ik ben zojuist uitgepoept door een inktvis. Ik kan officieel zeggen dat ik mijn leven heb geslaagd. We gaan eens even kijken. Wat de heck is dit? Is dit een of ander schip of zo? Ik weet niet wat dit moet voorstellen, maar het ziet er in ieder geval heel erg cool uit. Oké, we gaan even kijken wat we nog meer hebben. We hebben Spleef, dat is zeg maar die game met die schep dat je moet proberen om alles weg te hakken. We hebben hier, hebben we ook nog wat. Dit is... ah, je moet proberen om fossielen te vinden. Dat is super vet. Dus eigenlijk is dit een soort van skelet van een dinosaurier. En hieronder in het zand zitten allemaal verschillende soorten dinosauriërs begraven. Dus die moeten wij gaan vinden. Maar de vraag is... jongens, ik heb er één. Oh. Ik had eigenlijk gedacht dat er echt iets heel erg custom made in zou zitten. En niet gewoon letterlijk een bot. Maar goed, we gaan verder zoeken. Is hier toevallig nog een ander fossiel verstopt? Ja, ik heb er eentje gevonden. Wat voor een...
Het zijn ook gewoon letterlijk bonen. Gewoon bonen, bones. Het zijn letterlijk gewoon bot. Ik had eigenlijk wat epischer verwacht. Ook al ben ik in mijn eentje forever alone, ik wil toch een keer Spleef spelen. Ik heb een schep geloof ik wel in mijn inventaris zitten. Oh, wacht, je hebt een shears voor nodig. Ah, ik snap het al. Dus wat je eigenlijk als het ware doet, is je zet de boel in de brand, waardoor het natuurlijk allemaal weggaat. En wanneer je dan met een andere speler hier zit, dan moet je proberen om de leaves onder zijn voeten weg te hakken. Dat is op zich super epic. Hoeveel lagen heeft dit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lagen. En dan val je out of the world. En daar moet je natuurlijk erg goed voor uitkijken. Ik vind het erg leuk hoe ze dit pretpark zeg maar hebben ingedeeld met allemaal dingen die je in je eentje kunt doen. Maar ook met allemaal dingen die je met mensen samen kunt doen. Zo kun je dit pretpark dus eigenlijk altijd spelen met wie je ook bent. Ook al ben je dus, zoals mij, forever alone. Het is alsnog mogelijk. Even kijken, wat is dit? Dit is de Netherstar Potion Bar. Oh my god. Wat een slogan. Ik moet toegeven, dat is een leuke. De Netherstar Potion Bar voor jong en oud. Super nice. We gaan eens even kijken wat er allemaal in zit. Hallo? Kan ik hier toevallig een potion kopen? Een speciale potion kost $60. Nou, weet je wat? Ik werk hier sinds kort, knipoog. Dus ik ga even kijken om wat voor... Een strawberry milkshake? Een Sprite? Een biertje? Oh my god, wat zit hierin? Hier zit... Een avonturiers potion. Ik denk dat dit die speciale potion is waarnaar gerefereerd wordt. Die $60 potion. Nou, we gaan hem nemen, jongens. Wat voor effect krijgen we? Holy freaking moly. We zijn sneller dan Sonic. Ik denk dat dit een hele goede keuze was om deze potion te nemen. Wat is dit? Een racebaan? Wacht even. Wat is dit? This way. Oké, let's go. Racen. Oh nee, ik word geraakt door van alles en nog wat. Spring. Spring. Oh, dit is gewoon echt een racebaan zonder auto. Dat is zo vet in elkaar gezet. Oh my god. Ik moet deze map echt een keer samen met iemand gaan spelen, jongens. Ik moet deze map echt eens een keer samen... Wil jij een keer met mij deze map spelen? Laat het in de comments weten en doe een dikke like. Het lijkt mij zo vet om deze map samen met een kijker te kunnen spelen. Holy freaking moly. Wat is dit? Is dit een soort van stadhuis? Een mansion. Een mansion waar je moet proberen om geld te vinden. Wat moet je doen? In deze mansion zijn verschillende soorten schatten verstopt. Deze schatten zitten vol met emeralds, diamanten, iron, Steve heads en golden nuggets. Jouw doel is om zoveel mogelijk van dit soort schatten te vinden en ze te legen. Succes met vinden. Oh gosh, jongens en meisjes. Dit is zo vet gedaan. Maar ik mag geen dingen kapot hakken, denk ik. Dus ik moet het wel allemaal legit doen. Hallo? Hallo? Oeh, wacht even. Hier zou nog wel eens iets verstopt kunnen zitten. In het toilet. Zit hier iets verstopt? Nee. Het is ook wel... Misschien een... Wacht even. Ik heb de allereerste schat! Een golden nugget. Ik heb wel liever een kip nugget, maar alsnog een golden nugget. Een Steve head, 3 iron ingots en een emerald, jongens en meisjes. We hebben de allereerste schat gevonden. De tweede, let's go. Hallo? Huh? Oh, dat is gewoon echt like, de makkelijkste schat ooit. Ik denk, je moet ze echt allemaal gaan zoeken, maar dit was pretty easy, pretty easy. Maar wie zegt dat er niet nog eentje verstopt zit hier? Even kijken. Hallo? Dit is waarschijnlijk een code. Dit is sowieso een code. Wedden dat dit een code is? Wedden dat dit een code is om iets te openen? Is het een code? Of niet? Nee, dit is geen code. Ik dacht even dat het misschien een code was tot een geheime kamer waar dan misschien wel de allerzeldzaamste schat ligt van allemaal. Ik heb ook gewoon echt een veel te fantasierijke gedachte. Ik zie gewoon letterlijk schilderijen of van die itemframes en ik denk... Dat is een code. Maar dat is geen code, joh. Het zijn gewoon letterlijk itemframes. Even kijken, wat is dit? Hier, dit zou ook een code kunnen zijn. Nee, ik moet echt even stoppen met denken dat overal... Wacht eens eventjes. Wacht eens... Oh ja, yeah. We hebben weer een nieuwe schat. Ik moet natuurlijk wel even alles meenemen. Het is belangrijk, hè, jongens en meisjes. Je moet een gegeven paard niet in de open bek kijken. Tenzij die je probeert op te eten. Dan moet je wel even opletten. Maar goed, zolang dat niet gebeurt, moet je een gegeven paard niet in de
Nou, dat is wel echt de meest makkelijke schat ooit. Sorry hoor, ik neem die wel even mee, die Elytra. Zo, nice. Is er nog iets anders verstopt hier? Misschien ergens bij het bed? Nee. Ik wil dit eigenlijk wel eens een keer samen met Jeyun spelen bijvoorbeeld. En dan willen kijken wie de schat als allereerst kan vinden. Daar ben ik eigenlijk best wel benieuwd naar. Wie zou sneller zijn? Ligt er waarschijnlijk gewoon puur aan wat voor soort schat het is. Als het een taartenschat is met kipnuggets, dan vindt Jeyun hem waarschijnlijk als allereerst. Maar als het een ander soort schat is, ben ik misschien wel eerder. Wat zijn die schatten makkelijk te vinden? Ik wil een moeilijke schat vinden. Ergens verstopt onder het huis in een geheime kamer of zo. Niet gewoon letterlijk ergens bij de boekenkasten. Kom op, jongens. Ik heb gewoon zo'n gevoel dat hier een geheime gang zit. Had ik gelijk? Oh gosh. Nee, ik had geen gelijk. Dit is gewoon letterlijk waar ik begon. Ik kan nog wel naar boven toe daarentegen. Hier zitten waarschijnlijk echt nog van allemaal dingen verstopt. Ga eerst even hier kijken. Oh, als hier diamanten in gaan zitten. Oh, ja oké. Sommige daar zit wat in, maar niet in alles. Ik wil wel zeggen, anders is het namelijk wel heel erg makkelijk. Is hier iets? Een Steve Head? Oké. Ik weet zeker dat er ergens een geheime kamer is in dit huis. Het kan niet zo zijn dat het een soort van minigame is waarin je schatten moet zoeken. Maar dat er geen geheime kamer verstopt zit met een soort van de opperschat. Er moet iets zijn. En ik heb misschien wel een goede manier om naar achter te komen. De Dutch Uber manier, die waarschijnlijk niet goed gaat. Maar ik wil hem alsnog graag uitproberen. Even kijken, is hier wat te vinden? Tussen de boekenkasten in. Hier misschien bij de tafel. Hier. Kijk eens aan. Oh, die is leeg. Het was ook misschien wel... Oh, wacht even. Wacht even. Wat is dat? Ja, ja, jongens en meisjes. Dat is er één. Is er nog een andere verstopt? Oh gosh, wat zouden jullie wel niet doen als je gewoon in je eigen huis een schatkaart vindt waarop staat dat er een schat verstopt ligt in je huis? Wat is de eerste kamer waar jij zou zoeken? In mijn huis zou ik denk ik gaan zoeken op zolder. Nee, niet op zolder. Ik weet het niet, het is echt... waar zou je nou het eerst moeten gaan zoeken als je erachter komt dat er ergens in je huis een schat verstopt zit? Ik weet zeker dat er ergens iets onder is. Oh gosh! Wait a second. Heb ik zojuist een geheime kamer gevonden? Ja, maar dit huis is zo enorm. Dit huis is zo groot. Er zijn overal kamers. Ik heb gewoon letterlijk al 6 hoofden gevonden. Ik heb in totaal al 13 iron, 4 emeralds. Het is allemaal zo enorm groot. Hier ben ik al wel geweest, geloof ik. Maar dan via een andere ingang. En hier ben ik ook al geweest. Nou, weet je... Dan gaan we er proberen achter te komen. Op de welbekende Dutch Uber manier. Want ik weet zeker dat er ergens een geheime kamer verstopt zit. Wacht, voordat ik dat doe, ga ik eerst even naar beneden graven. Zit er echt niks verstopt? Ik vind dat altijd zo interessant. Ik ben altijd bang dat ik iets over het hoofd zie. Wacht, ik vlieg er even een beetje omheen. Is er nergens stiekem iets verstopt? Het lijkt erop van niet, maar... Wat is dit? Oh! Wat? Nee! Nee, waar? Nee, waar? Niet waar! Dit is gewoon literally een... Hoe noem je dat ook weer? Golf! Ze hebben gewoon een golfparcours uitgezet. Dat is zo vet. Maar nee, jongens en meisjes, wij hebben een andere missie. Wij proberen om geheime schatten te vinden. En wat doe je wanneer dat niet lukt? Dan gebruik je TNT. De meest gevaarlijke explosieven ter wereld. Ja, dat klinkt echt als een fantastisch idee. Job, had je niks beters kunnen bedenken. Nou, we gaan het gewoon even proberen. Oh wacht, misschien moet ik het niet hiernaast plaatsen. Want dan blazen we zometeen waarschijnlijk ook de golfbaan op. Maar ik kan de map op zich gewoon opnieuw in mijn Minecraft zetten. Dus dat is allemaal geen probleem. Ik moet zeggen, ik vind dit wel echt een fantastische pretpark map. Dit is de tweede video die ik ervan opneem. En ik denk dat ik er nog heel wat video's in kan gaan opnemen. Let's go jongens en meisjes. We steken alles aan. Misschien dat er nog een geheime kamer naar boven komt. You never know. Wie die waagt, wie die wint. Ik denk eerlijk gezegd dat dit echt de minst inefficiënte... Dit is gewoon niet slim. Dit hadden we misschien beter niet kunnen doen. Maar ik wil nog wel heel even dat golf proberen. Dat golf zag er echt super cool uit. Wacht even. Ik ga eerst even mijn inventaris ga ik even leegmaken. En dan ga ik hier naartoe. Dat is geloof ik de allereerste area. Deze hier zo. En dan ga ik kijken of ik hier kan golven. Ik weet namelijk totaal niet hoe het werkt. Maar daar zullen we waarschijnlijk wel achter komen. Minigolf instructies. We gaan eens even lezen hoe het werkt. Hallo en welkom bij minigolf. Je moet proberen om de 9 holes te raken. En je kunt punten krijgen. Oké. De eerste player die staat op het groene blokje. En dan gebruik je met Q. Ah, je moet het met Q doen. Dus je moet gewoon dingen gooien met Q. En dan moet je hopen dat het erin terecht komt. No way! Oh, dat is zo vet. Dat is gewoon letterlijk golf. Yes, ik heb hem. Oké, de tweede. We gaan nu met een enderpearl gaan we het proberen. Nummer 2. Deze is al iets lastiger. Maar ik denk...
Ik heb hem, dat die ook wel moet lukken. De volgende, dat is nummer 3. Oeh, oké, wacht. Ja. Ja. Moment van de waarheid. Ah, hij gaat niet meer verder. Wacht even hoor. Wacht, misschien als ik hem nou overheen gooi. Ja. Dit is echt lastig. Maar misschien moet ik iets anders gooien. Slime. Ja. Nee. Ja. Ja, ik heb hem. Hij zat erin. Kijk, ze zitten er allebei in. Oké, de volgende. Double wall. Hoe in hemelsnaam moet ik deze... Hè? Ah, ik moet hem over 2 muren heen gooien. Waarom maak ik die geluiden alsof dat helpt? Nou, bij deze. Hopsakeetje. Ja, nee, dat was zonder cheaten. Dat was helemaal legit. Oeh, oké, wacht. Oké, wacht. Oeh. Dit is zo lastig. Hoe moet dit? Wacht, misschien moet ik nu juist een ander soort gooien. De dark ball. Ja, nu moet ik de dark ball gooien. De dark ball. Yes, ik heb hem. Oké, de volgende. Let's go. Waar zijn we nu aangekomen? We zijn nu bij de whole corner. Are you freaking serious? Hoe moet ik iets vanaf hier, letterlijk hier gaan krijgen? Zie ik uit als een of andere golf professional? Like, ik kan nog geen eens een kant-en-klaar maaltijd in de magnetron schuiven zonder dat de wereld vergaat en er een derde wereldoorlog uitbreekt. Hoe moet ik dit doen? Oh, wacht even. Nee, wacht, ik moet dit denk ik wel met slime doen. Nee. Ja. Wacht, misschien als een andere balletje de andere raakt. Helpt het dan? Ah, dan gaan ze natuurlijk weer samen verder. Ik snap hem. Nou, erg leuk. Ik ga gewoon eens... Ik ga de laatste checken. Wat zou nou eigenlijk de allermoeilijkste zijn van allemaal? Gewoon het laatste level. Welke is dat? Wat? Hoe in hemelsnaam zigzag? Hoe moet je dit doen? Gaat dit echt kunnen? Ik snap het niet. De snelheid is misschien niet goed genoeg. Oh, jongens. Dit is gewoon echt niet... Als iemand dit kan, krijgt hij van mij gewoon een extra Minecraft-account. Like, legit. Maar goed, vonden jullie dit nou een leuke video? Smash dan even een like. Wat is dat kasteel daar? Zit daar iemand opgesloten? Is het Jeon? De prinses Jeon? Ja, Jeon zou denk ik eerder als een soort van oger kunnen spelen die de prinses gevangen houdt. En dan ik, de prinses, in een jurk. Ik weet eerlijk gezegd niet allemaal wat ik zeg, maar we gaan eens even kijken. Wat is dit? Is dit een kasteel? Oh, dit is een achtbaan! No way! Dat is zo... Dat is gewoon literally... Ik zie daar ook allemaal van die particles van een mob spawnen. Dus waarschijnlijk is deze super epic. Like als ik daar de volgende keer in moet gaan. En als ik dus een deel 3 moet maken van deze pretparkmap. Bedankt voor het kijken. En ik zeg adios.